Hey, welkom bij BSNet en leuk dat jullie kijken. Ik zou zeggen, like deze video en ben je nog niet geabonneerd, abonneer dan zeker op ons kanaal. In ieder geval, wij gaan verder waar we laatst waren gebleven. Wij gaan naar Miranda. Moeder Miranda. Dat is dat hele grote hart, de Mechamessite, zoals het heet. Ja, die moeten we laten exploderen. En, maar eerst gaan wij lekker naar moeder Miranda. Want die zijn wij spuugzat. Er moet een eind aankomen. Oké. Okay. Deurtje. This must be Miranda's lab. Oh, het lab van Miranda. Ja. Wat is dit voor een leuk boek? Ja, even de achterkant even checken. Het is een Semermine boek. Subject name Salvatore Moreau. Oh, dat is over die Salvatore Moreau. Quasimodo. Kadu. Affinity. Low. Brain functions. Surprisingly low. Okay. The Kadu has caused drastic changes to internal organs, transforming them into organs similar to fish-like gills and a swim bladder. Another subject with irregular cell division, causing him to transform into a giant fish. The subject is unable to control this transformation. Too many defects. An unfit vessel for Eva. Eva. Ja, die is er niet meer. Want die heb ik helemaal afgeslacht. We hebben hier een boek. En dit boek is... Oké. Ik weet niet echt wat dat is. Bloemetjes. Maybe een hartje of een of andere bloem aan de, op de voorkant. Geen idee, we gaan hem lekker openen. Subject name. Alcina Dimitrescu. Oh, dat was de allereerste. Dat was de moeder van de drie gothics. Kadu affinity, most favorable. Brain functions normal. Regeneration rate is incredibly fast. The subject can heal and any external wound within seconds. And grow her nails into claws in mere moments. Nou, dat heb ik geweten. Dan moet je niet in de buurt komen. Rapid regeneration also means as increased body size. Ja, want het is heel erg lang. Note, due to a hereditary, ik vind het een kut woord, hereditary blood disease, the subject must ingest human flesh and blood on a regular basis to maintain regeneration properties. Jemig. I suspect that if the subject's regeneration is not properly balanced, then she may mutate uncontrollably. An unfit vessel for Eva. Eva. Lekker op Solans. Oké. Okay. En dan hebben we hier een paard met een hoefijzer. Nou, wie zal dat zijn? Ik denk dat het Carl Heisenberg is. Ja hoor, subject name Carl Heisenberg. Kadu affinity incredibly favorable. Brain functions normal. Has electric organs similar to the electric ray. Narc Japonica. These electric organs are connected to the subject's nervous system. Can therefore pass and control electricity throughout the entire body, allowing control of magnetic fields, which is used to move metal. Nou, dat heb ik geweten. Dat heb ik gezien. Splendid specimen. But still, an unfit vessel for Eva. Voor de Eva. Nou, en dat andere boek dan? Oh, hier. Nu we toch lekker aan het lezen zijn. Ja. Boek met het zonnetje en het maantje. Nou ja, de laatste. Donna Beneviento. Subject name Tona Beneviento. Kadu affinity favorable.
brain functions normal. Also, severe mental illness. Ik vind het in het Nederlands wel kut. Psychisch nog wat. She is no different from a regular human. Ze zat in een pop. However, she can secrete a signal. Nou, het wordt steeds slechter in Engels. A signal producing substance which controls. Nou, dat is echt erg. Controls plants infected by the myrmecide. Maar het belangrijkste is, je hoeft het niet goed uit te spreken als je het maar begrijpt. When humans absorb the pollen from a particular flower, she can cause them to have hallucinations. However, she is mentally underdeveloped and has divided her cadu among her dolls in order to control them from a distance. An unfit vessel for Eva. Ja? Nou. Alles wat in die boeken staat, ja, dat wist ik eigenlijk al. Ik heb ze alle vier vermoord. Maar altijd leuk om een beetje extra info. Misschien dat ik dingen gemist heb, weet je. Dus het is altijd wel leuk om wat extra info te lezen. Nou, dan hebben we hier nog wat. Wat is dit? Enorm leuk plaatje. Wie dit nou is, geen idee. Interesseert me ook helemaal niks. Hier hebben we nog wat. Dear Miranda, my deepest apologies for not meeting you in person. I would love nothing more than to visit your Quaint village once more. However, I am incredibly busy. And then again, I suppose for an immortal woman such as yourself, you no longer remember this poor half-dead medical student in the snow. I have always, I have always cherished in the revelations I came to 15 years ago when I stayed in your village. Mocht je dit nou niet interessant vinden, spoel het lekker door. I was inspired by your research to think. One could transform a human by infecting them with an organism. Positively visionary. Mocht je dit nou wel leuk vinden, omdat je het echt super leuk vindt, hoe ik Engels voorlees, ja, dan begrijp ik dat je hem niet vooruit spoelt, maar gewoon lekker blijft kijken. I knew that with that knowledge, I could achieve my own vision for the next step in human evolution. Even after two world wars and humanity on the cusp of another, my conviction never wavered. I realized, however, through the many nights of intellectual talks you and I shared, that your conviction differed from mine. You hope to bring back a single dead person. Well, I aim to change the world. Your experiments on the mold would not have aided me in my endeavor to achieve an exponential. Als ik één keer verkeerd ga, gaat het fout. An exponential infection. Perfectly splendid. I thought a virus would be more effective. This is why, my dear, I had to leave you. I still regret never telling you goodbye. My apologies for reminiscing. I actually have news that I thought might please you. But please you, I have found the key to evolution. The progenitor. A virus found in Africa. Plan to start a company with friends and colleagues. If you research, I will call it Umbrella. There's a similar case that we spoke about. I'm one step closer to making my vision a reality. I hope you will be able to achieve your goal someday too. You taught me so much and done for referring your depth. Sincerely, your lifelong students. Also, E. Spencer. Jemig, hé, wat een verhalen. Jongen, jongen, jongen. No way. Moest het even snel doen. En hier ook weer een heel mooi plaatje. Blijkbaar Spencer. Oké, Spencer. Geen idee wie dat is. Ging in ieder geval met moeder Miranda om. Jemig. Wat een vieze plaatjes. Wat een enorme vieze plaatjes. Voornamelijk deze. En deze. En deze eigenlijk ook. Eigenlijk allemaal. Heel erg vies. Jemig, hé. Wat een verhalen, wat een teksten. Wat is het nou? Een voorleesboek of een game? En wat hebben we hier? Een beetje een rare baby. Oké. Wie is die baby?
En wie is die vrouw? Wie is dit? Oké. Ik denk dat ik het begrijp. Waarschijnlijk is de moeder Miranda met een baby, met haar eigen kind. Die is waarschijnlijk gestorven en ja, dan gaat ze stelen van een ander, hè? Of wat ik al eerder zei in de game. Ja. Dus dat ze zo lelijk is dat ze helemaal geen kinderen kan krijgen. Omdat niemand eroverheen wil. Nou, dan gaat ze maar gewoon kinderen stelen. Nou. Ja, dag. Hier ook nog een heel voorleesverhaal. Hallo, ik wil gamen, man. Even heel snel, maar Eva, iets Eva, I have waited too long to see you again. Oké. Nou, dat was echt turbo lezen. Het leek wel Chinees. Zo praten Chinezen dus ook. Nou, hele familie van moeder Miranda, denk ik. Jemig, wat is die lelijk. Wat hebben die in haar hoofd? Dan moet je helemaal naar rechts kijken. En helemaal rechts heb je een vrouw. En links daarvan heb je een man. Die heeft een hele rare hoofd. Zien jullie dat? Tjongejonge. En dan weer deze. Zo. Nou. Ik dacht, het einde is al spannend. Nee hoor. Nee. Nee, allemaal verhalen, boeken, plaatjes, plaatjesboeken, foto's. Hier nog meer. Jeemige. Nou, ik ga heel snel weg, want het duurt me allemaal te lang. Ik wil vechten. Nog meer plaatjes. Ziet eruit als een ander kind. Is ook zeker weer gejat. Het is hier zo donker, ik zie helemaal niks. Waar ben ik nou? Oh, hier ook nog een deur. Het is zo donker dat ik even moet kijken of ik niks heb overgeslagen hoor. Is hier nog wat? Als het goed is en je kijkt het op YouTube, dan zien jullie het waarschijnlijk ietsjes lichter. Maar als je aan het gamen bent, nou dan is het echt een stukje donker hoor. Nou. Oh, die moet ik kapot schieten. Oh jee. Oh, dat is Mia. Umbrise, this is Alpha. Where is Miranda right now? Mia is gevangen genomen. Ze is dus niet dood. It really is you. I'm glad you saved Mia. Why are you here? I was caught in Houston experiments. Wait, did you say Mia? Mia Winters? In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait. You can't leave me here. You promised, damn it. You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything. And I didn't care. So long as we were together. So you tell me,
Where is my husband? Dood. Where is my daughter? Ethan is... gone. Yeah. I couldn't save him. But I can save Rose. Come on. It's not safe here after all. What do you mean he's gone? He's dead. I'm sorry, Mia, but we have to leave. We have to destroy this village. No! You're wrong. I tried to keep this a secret, but... Now, vertel. You don't understand how special he is. Oh? Nou, ook nieuwsgierig. Hoe speciaal dan? Oh, hij is niet... Ja, hij komt gewoon tot leven. Zo speciaal is hij dus. Want hij kon zijn eigen hand ook terugzetten. En zijn hand is al een keertje teruggegroeid. Omdat hij een keertje er was afgezaagd. In het vorige deel. Ik had er zo een beetje zo'n vermoeden. Zo speciaal is hij. Ja, ik ben speciaal. Ja, het is erg koud. Zo koud dat ik mijn wapens niet kan pakken. En ook zo koud dat ik nog eens meer kan rennen. God, it's freezing. Shit, my body. Ja, je hart is er net uitgetrokken. Maar je krijgt gewoon weer een nieuw hart. Groeit gewoon weer terug. Evelyn? How are you here? You're dead. Helemaal niet. I mean... Miranda. She... No. I still have to save Rose. Wrong! It wasn't Miranda. You were always dead. What are you saying? I can still... See? Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird? No matter how much you got hurt. Remember. Ja, dat is van deel 7. 3 years ago. The Baker House. You were murdered by Jack. Oh. You died there. 3 years ago. Dus ik ben altijd al dood geweest. That's impossible. No way. You shouldn't even be able to walk around. Quit messing with my head. You shouldn't be walking. Screw you! Then what am I? I did all that. Rose, Mia, I... Ja, daar gaat je hand. Hij wordt zwart. Now do you get it? Your whole body is nothing but mold. You can't ever see your family again. Family. Family. No. Rose. I
to save my daughter. You're already dead. Dead. Nou, vind je dat leuk of zo? Nou, niet grappig. I will save Rose. Zie je wel, ik ben helemaal niet dood. Ik ben gewoon speciaal. Dat is iets heel anders dan dood. At last, he awakes. Oh, meneer Hamburger, hallo. Where am I? My carriage, Ethan. You were having a nightmare. Duke? Your battle with Heisenberg was a sight to see. But to think Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way. Oh, at least. We should arrive shortly. Thank you. But Ethan, are you sure of this? Your body is, well, falling apart. Yes. Foolish of me to ask. Speaking of foolish questions, who or what are you? Even I can't quite answer that. We're here. I owe you one. Mr. Winters, I'm afraid you can't return to your old world any longer. Are you ready? Ja, ik ben er wel klaar voor hoor. Ja. I have to. Oké, ik ben hier weer. I gotta go. Nou, en waar zijn mijn wapens dan? Kan ik deze nog halen? Ik kan altijd even kijken of dat kan. En waar zijn mijn wapens? Oh, die heb ik nog, gelukkig. Top. En kunnen we nog bij jou nog gaan upgraden, meneer Hamburger? Jawel, hè? As you wish. Ja, dat kan gelukkig nog. Ja, want ik heb deze nog voor je. And buy it I will. De Giant Crystal Mace, die heb ik ook voor je. Ah, die van Heisenberg. Lekker veel centjes. Oh, the assemblage of life. Schade heb ik ook nog voor je. Ja. I can feel Lord Heisenberg's essence through it. Choose wisely. Your life may depend on it. Ja, die ene vis heb ik nog steeds niet. Nou, we kunnen hem wel flink upgraden hoor. Wat voor nieuwe dingen heb je nou allemaal? Because of all this commotion, I've lost an entire territory to transact in. Eerst even kijken of ik dat ene wapentje kan halen. Please, be well. Thanks. Ja, dankjewel meneer Hamburger. Ik wil even kijken of ik dat wapentje nog kan halen. Even kijken hoeveel ruimte heb ik. Hij moet er toch gewoon bij kunnen hier zo. Nou, ik ga het wel even snel even uitchecken. Of mag ik daar niet meer bij of zo? Ah nee, ik mag er niet meer bij. Het is dicht. We moeten echt naar moeder Miranda. Nou, laten we het ook gewoon maar afmaken dan. Maar dan wil ik wel nog even upgraden dan. Oh kijk, hier ook nog wat dingetjes. Top. Oh joh, nog veel meer dingetjes. Jee, dan kan je niet even rennen of zo. Nou, dat zal het wel zijn, denk ik dan.
Even kijken hoor. 29 is het goedkoopste. 21 hier. 19. Nee, 21. Aha. Deze hadden we helemaal geüpgraded, hè? Ja. Deze. Aha. What? Ah, it's fine. All finished. Ja, al mijn geld is op. Centjes zijn op. Bijna. Oké. It was truly a pleasure doing business with you. Ja hoor. In New Game Plus kom ik wel weer bij je terug. Want dit is echt overduidelijk het einde. Nou ja, misschien ook wel niet hoor. Want ik heb voor mezelf niks gespoild. Maar ik durf bijna wel te wedden dat dit echt het einde is. Nou, er komen zelfs die komen er nog aan. Gast! Jij moet aan de kant! Maar goed, ik vind wel eventjes dat jij dat verdient om dood te gaan. Jongens, rots op! Hoeveel kogels hebben deze wel niet nodig, joh? Ik kan me niet herinneren dat ik zelf kogels... Nou, hoe wil je kogels spelen? Nou, zo dus. En ze geven me ook helemaal niks. Nou, wat leuk. Ik had gewoon door moeten lopen. Miranda. Nee, mijn dochter. Is dat je? Oh, how I've missed you. Nee, Eva, het is Roos. Wat? My power is leaving me. Rose! Lekker voor je. Miranda! Hier komen Miranda met je rotkop. Interesting. Ja, interessant hè. Your body certainly is normal. Give Rose to me. Now! You will see. Once I kill you properly, get her now! Die was echt grappig. Nou. I've spent a lifetime creating this moment. And you try to take it away from me. I will take what is due. Wat ben jij ontiegelijk lelijk? Raar wijfie ben jij. Raar wijfie. Gaan we dansen? Oh. Oh. Een leuke dans dit. Not letting you get away. Why would you?
Je bent ontzettend lelijk, maar je kan wel leuk dansen. Dat moet ik toegeven. Ben je nou? Wat is dit? Auw! Ja, hoe kan ik dat nou weer ontwijken dan? Oh. Oh, oh. Hey, hey! Doe eens even rustig, joh. Heb ik trouwens nog wel genoeg medicijnen dingetjes? Ik heb er nog twee, zie ik. Kan ik nog wat maken? Nou, ga ik zeker doen. Nou, drie. Nou, ik neem aan dat ik dat wel moet redden, toch? Ik kan zelfs wat mijnen neerzetten, zie ik. Maar laat ik eerst even gewoon lekker mijn handjes halen. Oh. Oh, achter die boom ben ik veilig. Au! Au! Die? Jij die! Jij dood! Kom eens niet zo dichtbij. Here I come. You understand the love of a parental child. How can you deny me? Why the hell can't you realize? Fuck is dat? Rose is my goddamn kid, not yours. Precies. Ze is van mij. Au, wow, wow, wow. Oh. Jongen. Hier met die rotkop van je, ja? Oh, die kan ik snel schieten. Alleen ik moet wel even wat beter even ontwijken, want ik doe niet echt mijn best om te ontwijken. Ik ga trouwens even mijnen neerzetten. Ik heb er lekker veel, toch? Oh. Ja, hier één. Daar nog vijf, zie ik. Een lekker slagveld van maken. I shall put you to rest. Men in my seat saved me from the pits of despair. It granted me this splendid power. Splendid? Right. All it's done is drive you nuts. Het is helemaal perfectly splendid, echt waar. Oh, shotgun ammo. Oh, 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 wow, 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 wow. Zo! Wat is er nou? After all, everyone dies. Everyone dies? Ja, ja, ja. Nou! Auw! Nu heb ik nog één, denk ik. Ja, moet echt even voorzichtig zijn, hoor. Oh, dat deze ook nog. Die. Ja, 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 die. Jemig, ze raak je er gewoon volop mee. Misschien ook op die ballen schieten, denk ik. Oh ja? Ja, jij, die. Kut. Wow, 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 wow. Het is heel donker in één keer. Mr. Winters, I think it's time you left things in my house. Oh,
darkness. Waar ben je dan? Die, 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 die. Waar ben je nou? I will take back my daughter. My daughter, my daughter, ja. I understand your feelings, but this is the end. If I combine Rose with my own, oh, my daughter will be made manifest at last. I've waited a century, all for this day. Why won't you die? Oh. Auw! Raak je hem ook er hard, man. Waar is die mijn? Hier is mijn mijn. She's my goddamn daughter, you psycho! Oh. Jemig! Auw! Jemig, hé! This is... Potverdomme! Oh, kut. Wordt weer donker. Ik heb hier geen goed gevoel over. Volgens mij ga ik het niet redden, denk ik. Maar waarom praat je zo raar? I will take back my daughter. Die. The villagers, those foreigners, they could do nothing to assuage my years of loneliness. Ever think the problem might be you, Miranda? Nein. Die moet ik even goed neerzetten. Oh, ik heb ook nog een pijbom. Oh. Pak die pij, pak deze. Kut. Oh, kut, 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 snel. Oh, kut. Lijf is over, echt niet hoor. Die leven van jou is over. Kut hoor. Oh. Mooi. Ze staat er volop, ze stond er volop in. Mooi, heb ik er nou? This is how you end the winters. To ensure I never see your eyes. Kom op. Lekker voor je domme hoer. Auw. Eww, wat is er eng.
Lekker voor je. My daughter! My Ava! Nou, daar zijn we ook vanaf. Hé hé. Kijk, zij is dood en het zonlicht begint meteen te schijnen. Oh, mijn baby! Mijn baby! Rose! Oh jee. Ja. Je hand sterft af. Ethan. Dus dan je hart waarschijnlijk ook. Come on, Ethan. Come on, Ethan, wake up. Oh, no. Chris, Ethan. Oh, je leeft gelukkig nog. He did it. It's finished. I think we've finished each other. Ethan, we gotta move. Oh, dat hart. Ja, die Mega Messiah, die moet ook nog, die moet ze ook nog laten ontploffen. Om het helemaal af te maken. Keep moving, Ethan. There's a bomb in that thing that'll blow this whole village sky high. Hey, look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Ah, damn it. Mia's waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep pushing, say. Hey. Hey. Hey, jongen, geef nou niet op. Kom op. Je bent speciaal, weet je nog? And you tell yourself. Now come on, it's not that much further. Watch over. Teach her to be strong. God damn it. Jongen, jongen, jongen. Goodbye, Rosemary. Ethan. Nou, nu is er geen uitweg meer voor je. Maar ja, je bent speciaal, hè? Dus laat me gewoon ontploffen. En dan sta je straks gewoon weer op. Nou, kom op. En klaar. Wel zielig voor Mia. Rose. Kijk, kindje is gelukkig weer terecht. Nou. Go. Go, take us up now. Wait. Where is Ethan? Dood. Get moving. We have to get clear. No, we can't go. Not without my husband. Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? Nou ja, dat dus. Nu is Ethan er echt niet meer. Done. He's gone. I tried.
He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain. You need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSAA Europe HQ. Someone's gotta pay. Ja, het is afgelopen. Het is echt helemaal klaar. Het is echt afgelopen. Ethan is echt dood. Misschien dat hij ooit weer opstaat. Dat weet je niet. Maar dat zou wel raar zijn als je zelf helemaal in 1000 stukjes ligt. Ergens verdeeld over dat dorp daar. Door die explosie. En dan sta je gewoon weer op. Maar ja, goed. Als je een hand erop kan zetten. En die zet je er gewoon weer heel makkelijk op. En je hart wordt er uitgerukt. En je krijgt weer een nieuwe hart. Nou. Dat kan echt alles hoor. Dat kan echt alles. Maar ja, goed. Dit is het einde. En ik hoop dat jullie genoten hebben. En ik in ieder geval wel. Ik heb echt onwijs genoten van deze game. Echt een topper. En dan is mijn vraag aan jullie. Sowieso, vonden jullie dit leuk? Geef deze video dan een like. En ben je nog niet geabonneerd, abonneer dan zeker. Maar mijn vraag naar jullie eigenlijk echt is. Welke game moet ik hierna gaan doen? Ik heb zelf Ratchet & Clank Rift Apart... in gedachten. Het is geen horror game, maar wel een hele leuke game om te doen voor YouTube. Laat even in de reacties weten wat je daarvan vindt. In ieder geval, ik ga mijn headset uitzetten. Het is afgelopen en ik laat dit gewoon even lekker uitdraaien. En tot de volgende keer. Tot ziens. Gifts we gave, but more you took, she snarled. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. Her parents, though, had searched all day and at last arrived. With rampant rage, father fought the witch, while mother's loving touch shattered the dark enchantment. But the witch was strong, and father yelled, "Save our daughter!" So mother bore their child to safety as the forest was consumed. Even now, the burnt forest is a grim reminder of father's sacrifice. To this day, any child who stares too long into the charred wasteland will be haunted by nightmares of getting lost while picking berries. Hello, my tea.
think the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon. It's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. You were being silly. I don't think the moon feels like a human. I think it does. But hey, Dad. Happy birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. Duty calls. I love you. Yeah, I found her. Where else? Today of all days. We have a situation. You're needed, Evelyn. Don't you ever call me that again. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. We have a clear shot. Stand down. I can handle it. She's just a kid. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know?